boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Anton Dillen en vandaag hebben we dus een speciale video, een EAFC video. Ik neem deze intro weer op met de huidige microfoon, de Vonix microfoon. We hebben dus Fantasy FC Team 2 gaan we nu dus bekijken en een deeltje van Showdown series. Het is nu dus zaterdagavond als ik deze intro opneem, want ik wil dat niet op zondagochtend opnemen, want ik wil eventjes nog aan de video kunnen werken vooraleer dat ik eigenlijk mijn outro ga opnemen. Outro neem ik sowieso morgen op, dus ik wil nu dus eventjes nog aan de video kunnen werken, of misschien morgen vroeg direct kunnen werken en dan een deeltje nog kunnen bij editen en ja, je weet hoe dat gaat. Dus ik wil jullie guys, ik zie jullie guys bij de outro, geniet van de video en let's fucking go. Oké, boys en girls, we hebben al 2 potjes gespeeld. Ondertussen heb ik ook Genk Club Brugge aangezet. Genk speelt nu tegen Club Brugge. En hier ga ik voor Victoria, denk ik. Ja, ik ga voor Victoria. Dus let's go. Live heb ik er 4 voltooid, dus ik heb 2 packs sowieso. Premium goudpakket en een 2x81. Die heb ik dus al voltooid. Het is dus de eerste potje van deze video. Eerste opname van deze video. Dus welkom bij deze nieuwe video. We hebben 4 packs klaarstaan in de store. Altijd als ik EFC's wil, heb ik packs klaarstaan in de store. Dus premium goudpakket ga ik als eerste op doen. En dat zit in. Ja, en gewoon een onrijder. Ik dacht een Icon. Dat is een onrijder, dus boeit mij eigenlijk niet. Loveren. Smijten gewoon een weg die vrouw. Oké. Premium Garden speelspakket. Daar zit in. Een Taremi, dat is juist. Taremi is geen valkuit. Ik denk een 83. 82. Dus dat is een 82. Dan 2x81, let's go. Dat zit in de Portugese EVM. Alleen alles Ruben Neves. Speelt samen met Neymar. En Leno mag geschaard worden. Nu is 2x81. Dat zit in Duits. CV. Borussia Dortmund. Dat is Süle. Sliding Plus denk ik dat is. Sanchez speelt hier ook nog. Dat is Sliding Plus. Dat hij heeft. Let's go. Wat ik ook eens ga doen. Ik weet niet waar ik SBC dat er nu uit is. Ik denk de 84x5 upgrade. Dat ik die misschien eens ga doen. Of de 82 plus upgrade ga ik ook eens doen. Daar moet ik 4 rares en 7 gouden worden van 4 rares. Dus ik ga daar Kramaric in leveren. Noah Lang. Fuck you, Noah Lang. Rechtsmede. Lookman. En keeper ga ik zeggen. Keeper zou ik zeggen. Mignolet, fuck you Mignolet. Jij bent een homo van Brugge. Ik ga de gewone Chabot.
Ja, hier laag hoog moet ik nog opzetten. Dors. En wat is de volgende dat ik ga inleveren? Drie keer poeig. En dat hebben we dus een 82 rated pack. En nu de 84,5. Ik weet niet wat ik ervoor moet inleveren. Team of the week. 82 mijn team of the week. Dus een 82 rated squad. We gaan eerst wat 82's erin zetten. En dan een team of the week erin zetten. Vlekken mag er wel in. Linksachter. Stokes. Want er komt waarschijnlijk toch een hogere reden team of the week in. Dus Mazraoui. CV. Tapsoba. Nu moet ik er een 83 in leveren, denk ik. Botman. Gavi. Sambanguisa. Gouden team van de week, laag hoog. Hier, die ga ik inleveren en nu wil ik gewoon nog. Hop, dan hebben we een 82 reeds squad met nu Origi erin te leveren. En we hebben dus een 84,5 en een 82 plus upgrade pack. We gaan eerst de 82 plus, zeldzaam gaan spelen, we gaan 82 plus. En dat zit in. Nederlands, Cam, Olympic Lyon, hè. Dat is Van de Donk. Een 82 graden Van de Donk. Ja. Nu de 34,5. Ik hoop daar zeker een Fantasy FC of een wildcard uit te krijgen. En dat zit in Milinkovic Savic. Is het een dubbele wildcard? Geen dubbele walkout, we krijgen wel een walkout. Zit er een team of the week achter, dat is de vraag. Nee, geen team of the week. 1,86 en 4,84. Dat is wel wat shit eigenlijk voor te krijgen. Dus, ja. Ik ga die pack niet meer grinden. Nu is het wacht dat ik nog een team of the week heb. Of... ja. Dus nu ga ik eerst zien dat ik deze kan afwerken. Of ja, deze sowieso kan afwerken. Dan hebben we een 2x81 en 84. En 3x83 en 500 XP. Dus dan hebben we dat ook al voltooid. Dan hebben we 500. 500. 600. 750 plus 250 is 1100. Ah, dan halen we niveau 16 wel vandaag. Dus 2100 XP. En hoeveel dagen is het nog? Nog 10 dagen. En hoeveel XP hebben we nog? 10.800. We halen het gewoon deze jaar. Deze maand. Of deze week halen we het gewoon. Let's go. We gaan het halen. Zo. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben... ik heb het derde potje dat ik moest spelen. Natuurlijk gewonnen, zoals jullie van mij gewoon zijn. Win ik tegenwoordig heel veel potjes op EFC. Zelfs in Rivals. Maar vooral eigenlijk in Squad Battles win ik er heel veel. We hebben dus 1050 XP en we hebben ook... bij seizoen hebben wij dus ook 50 XP gekregen.
Dan hebben we ook 80 wedstrijden gespeeld, 80 wedstrijden gescoord. Dus we krijgen 1 van 3 zeldzame goud spelers, 83 plus. En wie krijgen we eruit? Ik ga gewoon voor die rechtsback gaan. Meer pace. Oké. Okay. Hier krijgen ze sowieso al. Hopla, daar. Hopla. Dan heb ik nog. Ik ga voor de player pick gaan. Of nee, ik ga voor de 7. Ik ga voor de 7 keer 85. Player pick, ik weet het niet. Ik had er geen goed gevoel bij. Er zaten zoveel slechte future stars in. Niet veel waard zijn. Oké. Okay. We gaan eerst het 2 keer 81 open doen. En dat zit in. Frans. RWA. Olympic Lyon, hè? Please be good. Cacciarino. Was dus niet goed. Oké. Zeldzame uitspelerspakket 34 plus. En daar zit in. Spaans. Centrum wit. Lazio. Luis Alberto, wauw. Die heb ik sowieso dubbel, dat is een 84, dus ja. Nu, de 3x83, was die daarin? Daar zit in Italiaans, centrum mid, van Inter Milaan, Barella. Barella, het is een walkoutje. Heel goed. Qua dingen. Pope en Kirby, eigenlijk geen 83, is heel decent. Nu is 7x85, let's go. En daar zit in Noors, LVA, Rijten. Het is een dubbel walkout, het is Rijten en wie zit er nog achter? Wie is het? Mbappé. Bernardo Silva, decent. Wie zit er nog achter? Leon, Bernardo Silva, Rijten, Brons, Tonali. Eigenlijk 1, 2, 3, 4 walkouts. Een 85 team of the week. Een 85 Laporte en een 85 Navas. I mean, het was better value daarvan dat ik nu de 85 maal 7 heb genomen. Het was een heel goede value. En nu de 2x34 gaan we nog verspelen. Waarschijnlijk ga ik dat pas straks verspelen ofzo. Want ik heb niet heel veel zin om nu nog een beetje te spelen. Natuurlijk is het nog maar 1 potje. Maar de ene potje dan zeg ik zo van... Ja, ik zal dat straks veel spelen. Wat krijgen we bij het volgende gedeelte? Van Future Star doelpuntenjacht, daar krijgen we een 2x83. En vanaf dan begint het met 20 wedstrijden. Dus ik denk nog enkele weken. Een week of 4, 5. Dus dan hebben we dat gedaan. Dat zal dan team of the season zijn ongeveer. Dus dan hebben we 5x83 en 5x84. Dan spaar ik die packs vanaf pack 140 of zo spaar ik mijn packs op voor Team of the Season. Ja, denk ik. 3x33, oké, we hebben nog heel wat te doen. Vandaag, morgen, dinsdag. We hebben sowieso donderdag. Donderdag hebben we sowieso al die objectives klaar. Dan hebben we 4x85 donderdag. We hebben sowieso donderdag ook nog
1000 XP. Morgen hebben we al, overmorgen hebben we al 250 XP, dat is dinsdag. Dan. Ja, we gaan het halen. Zoals je ziet, we hebben nog maar 9700 XP nodig. Ik denk dat we het voorhand gaan halen. Als ik nu nog die 1000 XP pak, weet je wat ik kan het gewoon doen. Ik ga gewoon een potje nog spelen. Dan heb ik nog die 1000 XP, dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Ja, we hebben Amin Adli voltooid. Dus ja, let's go. Dus we hebben er 2 keer 84 ook. Oké. Nu dat deze video toch bezig is en eigenlijk al mijn dingen op geüpload zijn op een drive, ga ik ze weer editen. Dus 2 keer 82, let's go. En dat is 1. Frans, RVA, Paris Saint-Germain. Krijgen we nu een walkout? Nee. Het zal maar eens niet Ousmane Dembélé zijn. Het zal maar eens Ousmane Dembélé moeten zijn. Maar nee, je krijgt gewoon Baltimore. 2 keer 84, let's go. Fantasy FC. Ik dacht dat ik Salah kreeg, maar we krijgen Marmoes. Marmoes. En dat is voor Eintracht Frankfurt. En dat is voor de competitie of nationale competitie. Ja, we hebben er. Dit is de eerste van de video dat we pakken. Zo. Dan heb ik er nu al 10. Let's go. 10 of Alistair. Cruise MD. Oh joh. Cruise MD heeft gewoon. Dat zijn gewoon tenukjes van Cruise MD. Maar ja. Kijk, die kan ik niet betalen. Dus we gaan eens naar de club zien. Zien hoeveel Fantasy FC ze al hebben. Dus we gaan naar de club en we gaan op Fantasy FC sorteren. Dus dat zijn er 5, dat zijn er 10. 10 hebben we er al. Van team 1 en team 2. What the fuck? Echt. We zijn strijders, jongen. We hebben al 10 Fantasy FC's. Let's go. Oké, boys and girls. Het is maandag 4 maart. En we hebben nu een 2x81 van dagelijks spelen. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Ik hoop natuurlijk iets heel goed. Ja, ik hoop niet goed. Let's go. 2x81 en dat zit in. Spaans, spits. Atletico Madrid. Marata zeker. Morata. 83 reden. Dat was de tweede speler. Jorginho. Oké, boys and girls. Het is. Ja. Nog altijd maandag, 13:43 nu. Ik heb eventjes iets gedaan. Premium Guard Speed Pakket, let's go. En daar zou ik moeten inzitten, toch wel. Een 82 of zo. Ja, wat is 81 waaronder 1. Alleen 3 zeldzame Guard Spelers, waaronder 81 plus. Daar zit in Duits. Rechtsmidden, Bayern München, kan niet af wel. Dit is een 84, Gnabry.
Het is heel goed. Gnabry, Coquelin, Tierney. Dus eigenlijk heb ik 83 gereden. 3 boven 80. Of 3 vanaf 80. Heel goed. Gunther, Renoso, Blas, Olise, Zalewski, Mansuelo, Sarahili, Amala, St. George. Oké. Je ziet, hebben we hier nog iets. 30 minuten pakketten, nee. Voorraden, nee. Pakketten voor jou, nee. Klassieke pakketten. Ik heb straks op het werk een nieuw pakket gedaan. Misschien, let's go. Volgende potje moeten wij hier tegen. Is wel te doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, ik sta nu recht. Omdat ik eventjes te veel gezeten heb. Dat ik te veel gezeten. Ik wil ook eens recht staan bij opnames. Dus we hebben dus 50 XP verdiend, 3 doelstellingen voltooid. We hebben een seizoen. We hebben een seizoen nog 50 XP bij. We hebben 4 van de 5 dagelijkse voltooiingen en 14 van de 20 keer spelen. Oké, Fantasy FC dagelijks spelen gaan we allemaal claimen. En we hebben ook nog eens een 3 keer 83 gaan we ook claimen. Dus, wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de winkel. We hebben 3 packjes klaarstaan. En we gaan die openen. Eerst gaan we de 2 keer 81 openen. En daar zit in een Spanjaard, een linksachter van Inter Miami. Dat is Jordi Alba. Een heel goede speler. Speelt nu weer samen met Messi. Oké. Volgende pack is een 3x83. En dat is in Duits, rechtsmidden, Bayern München, weer al Gnabry, of is nu Sané? Dit is Gnabry. Ja, die heb ik juist al gepakt. En nu de 84 plus pack. Let's go. En dat is in USA, CV. Portland Thorns. Dit is een walkout. Ik denk het niet. Sauerbrunn is een 85. Oké, maar we hebben wel Sauerbrunn terug. Ik ga zien. Ik weet niet of er een goede SBC uit is. Waarin ik. Nee, er is niet echt een goede SBC uit. Ja, ik heb daar straks dus. Dat heb ik nog niet aan jullie laten zien, mijn team. Ik heb dus op het werk heb ik Ludovic Julie gedaan. Ik hou die kaart zeker hebben. En het is echt wel een leuk kaartje te hebben. Nu Boscagli is ook al naar 88 gegaan. Dat was een 86, maar is nu een 88. Dus het kan wel nog een leuk kaartje worden als ze doorgaan. Ondertussen ga ik je zien welke Fantasy FC. Politano is naar een 87 gegaan, maar die was een 87 geloof ik. Dus ik hoop. Ik hoop dat hij zeker upgrade. Ik denk dat Jago Aspas een 87 was of een 88. Dus hij is naar 89 gegaan geloof ik. Ik weet het niet. Ik weet niet of Aspas een 88 of een 89 was. Moet ik nog eens een opnames terugzien. Dus ja, let's go. Zoe. Oké, boys en girls. Het is maandag, 7 uur 's avonds. Ik kan nog een koratje drinken, dus school.
Champions Quali Points. We gaan niet meedoen aan Champions Finals. We gaan niet meedoen aan de qualies. Daar heb ik geen goesting voor. Oké. Wat is erbij gekomen? En dat is nog altijd gebleven. Is ook nog altijd gebleven. SBC's eens bekijken. Wie is er nieuw? Precies niks. 85 plus player pick, 84 rating. Eens zien of ik het kan halen met 84. Moet lukken. Ben Acer. Smalling. Waarom? Romagnoli. Sherry dan. Greenwood. Rechtsachter is Marta Torrejon. Rechtsmidden Julian Brandt. Linksmidden Gnabry. Spita, Zeko. Als ik nog een 83 erin zet, dan halen we het. Oké. 85 plus player pick, let's go. I mean, Dybala. I mean, team of the week Dybala. What the fuck? Die gaan we nog eens doen. Zinsberger gaat erin. Koulibaly gaat erin. Sauerbrunn gaat erin. Nacho Fernandez gaat erin. Walker gaat erin. Saka gaat erin. CVM. Heuberg. Lobotka. Linksmidden. Rabiot. Morata en Krasniqi. We zullen eens zien wat we er nu kunnen uitkrijgen. Let's go. Lees me Lou. Oké, het is 25 ongeveer. I mean, not so bad, it's not so bad. Oké, we gaan eens zien wat er in de winkel te zien is, in de winkel. Hier is niks goed te zien, pakketten voor jou is ook. Is ook niks te zien. Nog 14 uur en 11 minuten voordat ik een briefpakket heb. Club. Boskagli of nee. Zo Wellington, je mag eruit. Um,
Toen daarom al 90, what the fuck. Dingen komt erin. Die balen. En hier Roy Keane, je mocht eruit. Donna Floes mag erin. Haaland mag erin. En wie nog? Hier. Let's go. Bellingham. Ik kan je zien voor hoeveel dat ze nog gaat eigenlijk, die Bellingham. Amai, die gaat nog voor 580, zo gaat hij nog. Amai. En dan nog voor hoeveel ga je? Ja, 200 ongeveer. 199. Nou ja, dat is een SBC. Bernard Silva gaat nog voor 90k. Dat is een van de eerste promos. De Bruyne voor wil gaat gaan nog. Ja, ongeveer een 3,5 miljoen. Julie, dat is ook. Cannavaro. Nog altijd 95, 96k. Wat is, ja, dat is. Trent Alexander-Arnold, 90k ongeveer. Ja, ik heb toch al een team van 4, 5, 6 mil. Dus op de RTG, dus ja, dat is goed. Oké, boys, het is dinsdag en ik heb al wat packs klaarstaan. Ik heb wat gespeeld en ik zei van ik zal wat packs klaarzetten. Dus ik ga eerst een brievenpakket opdoen en dat is in. Wie is dat? Sanchez, ja. Oké, en nu heb ik een premium gouden speelspakket, die gaan we ook open doen. En daar zit in Team of the Week. Dat is nou, is een Team of the Week. Bulka. Bulka, let's go. Bulka, die Bernardo, oké, dat is decent. Dus we hebben weer een Team of the Week. Let's go. 2x81, let's go. Daar zit in Spaans, goalkeeper, Real Sociedad, dat is met Alex Remiro, dat is juist. En vanavond moet PSG tegen Real Sociedad, dus deze avond is het PSG Real Sociedad of Real Sociedad PSG, ik weet niet juist. Dus ik hoop dat PSG doorgaat. En dan upgrade mijn dan gaan mijn Donnarumma upgraden. Dan gaan we voor de kwartfinale. Dus dan zal die waarschijnlijk wel upgraden naar een 91, denk ik. En ik kan ondertussen eens zien of een FC
Fantasy, Politano al geupgraded is. Want die zou normaal gezien zijn upgrade moeten krijgen. Fantasy FC. Politano heeft zijn upgrade nog niet gehad. Maar ik hoop hem nog. Dus nu heb ik er... Wacht. Nu heb ik er 5, 10... Ik heb er 11 al ondertussen. Ik hoop vandaag of een van de komende dagen de 12e te pakken. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is nu nog steeds dinsdag, 13:40. En we hebben 2x81, let's go. Dat is in. Slager, denk ik. Ja, dat is slager, oké. Dat is een 81 of een 82. Een 81. En dan de dekking ook 81. De volgende pack is een zeldzaam waarde spelerspakket 84 plus en dat zit in Braziliaans, CV, Juventus, Bremer. Is Bremer nu een 84 of een 85? Een 84. I mean it's decent. En nu, dus de 2x 85 plus, daar zit Frans, CVM. Kanté is een dubbele walkout, Kanté en De Ligt. Ja. Decent, decent. Echt wel decent, let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur en we gaan nu Ultimate Team in. Als we Ultimate Team kunnen ingeraken natuurlijk, al daar ook geen problemen zijn. Aha. Hoe zit er erin? Ik heb nog 150 XP nodig voor het zeldzaam uit het speelpakket 85 plus. Misschien ga ik die vandaag openen, misschien morgen. Ik moet dus 3 keer spelen. 4 van de 5 en 4 van de 6 moet ik nog voltooien. Oké, ik heb straks 2 potjes. Division Rivals gespeeld. Ik heb die packs ook gewoon geopend. Dus nu moet ik eigenlijk nog 1 potje spelen voor een 2x83. Maar eerst gaan we zien over SBC's uitgekomen zijn. Tot die boys uitgekomen. Plus players begin uit te komen. Dan kan ik je direct laten zien wie dat ik vandaag eigenlijk gepakt heb. Dan moeten we naar center en mid gaan, want ik heb vandaag weer op walkout gepakt. Hier, Valverde. Maar die heeft geen PlayStation Plus, dus ja. Fishlock gaat erin. Cuthbert gaat erin. De Ligt gaat erin. Campbell gaat erin. Bremer gaat erin. Rechtsachter, Perisset gaat erin. Linksachter Jordi Alba, moet ik hier nog een balkaartje neerzetten, denk ik. Galton is ook cool. Hier moet ik zeker een balkaartje neerzetten, denk ik. Of 84. Hop, dan moet ik nog. Oh nee, ik ga Haaland niet neerzetten. Oh joh, Haaland ga ik zeker niet neerzetten. Hopla. Kanté erin gaan. We hebben dus een 25 plus playpick en wie gaan we pakken? Bernardo Silva. Niet goed, maar ook niet slecht.
Ja. Ja. Oké, boys en girls, het is woensdag. Het is 5 uur en 8. Wauw, ik dacht 7 uur en 8. We hebben eerst 2 keer 81, let's go. En daar zit 1 Duits. Linksachter. Bayern München. Dat is een vrouw, I guess. Simon. Maar quasi lelijkse Simon. En Inigo Martinez. Zo. Oké, 2 keer in tact, let's go. En daar zit in. Argentijns, CV. Man United, Lisandro Martinez. Oké. Training hours specificat, let's go. Naar dit in. Bosnia, Zeko. Zo. Oké. 2 keer 83, let's go. En daar zit in. Nederland, CV. Bij de München, ah ja, dat ligt. Heb ik die al of heb ik die ingeleverd gisteren? Ah, ik heb die ingeleverd gisteren. Dat is goed. Dan staan we aan het spitspakket 84 plus. Let's go. We zien Frans. Spits. Olympisch gaan, hè. Dat is zomaar 84. En dan helpt het toch altijd PSC en League uit te zien, hè. 4 keer 84, let's go. Frans. CV. Pasquero. En bijna de Silva. Maar jij mag gewoon weg, bijna de Silva. Oké, tot samen gaat het spelen op get 85 plus, let's go. Spaans. Spits. Delta Vigo. Thiago Aspas. 85. Ja. Dat is scheiden. Ja, een briefpakket hebben we niet meer. Die heb ik per geopend. Ik had gisteren gekregen op de Footbin dat er nieuwe evolutie zou zijn. Dat zal het eerste wel zijn, denk ik. Gulle doelpunten maken, dan gaan we dat bij Leon doen, hè. Nou, we gaan erbij. Pin 3. Oké. Let's go. Die gaan we beginnen, die evolutie. Let's go. Zo. Oké, boys en girls, het is 9 uur in de ochtend op donderdag, donderdag 7 maart. En we hebben natuurlijk Rivals Rewards, denk ik. Ja, we hebben Rivals Rewards. Eerst zien wat deze beloningen zijn. Nee. Die kan ik misschien wel oppakken, of... Ik pak optie 2, denk ik.
Ja, ik pak optie 2, let's go. Zo, optie 2 is erin. En we hebben dus 4 pakketten klaarstaan in de winkel. Dus 2 goudpakketten en 2 andere pakketten. Of goudpakket, let's go. Zo, en dat zit in. Wie is dat? Milinkovic Savic, inderdaad. Ik was die vergeten, die heeft nog voor standaard gespeeld, denk ik. Zo. Allemaal een tradable shit erbij. Goudpakket, let's go. En daar zit in. Dat is een vrouw, I guess. Ja, zeker. Mondesier, oh ja. Nee. Ik ken dat niet, dus joh. 1k munten. Zo. Volgende pack. Kleine met spelerspakket, let's go. Er zit in. Dutch. Linksmidden. Wolfsburg. Keine idee. Zelner. Een 83 reden, I guess, is goed. Ja. Nu volgende pack. Lange mijn spelerspakket, let's go. Daar zit in. Ah, dat is een bronzen. Oeh. Oh, welke ploeg is dat? Real of Hydro? Ja, dat is al een lege ABW. Zimmerman, Diomande, Burnic, Antonsson, Oski, Kian, Igemau. Amai. Amai. Meug. Oké. Previewpakket hebben we ook nog niet. Dat hebben we pas binnen 4 uur en 46 minuten. Dus, ja. We hebben onze Rivals Rewards geclaimd. Nu ga ik beginnen spelen. Want we hebben niveau 100, we hebben niveau 18. We hebben nog 7k XP nodig voor volgende week. Maar normaal gezien moet dat lukken. Als er heel wat XP uitkomt. De dagelijkse doelstelling. Wacht, ik ga ze opnieuw uit Ultimate Team. En opnieuw erin. Dan zijn die misschien gerefreshed. Maar ik ga dus vandaag al 3 potjes spelen. Misschien 4, misschien 5. Showdown series, oké. Okay. Doelstellingen. Zullen nu weten. De dagelijkse zijn bijgewerkt. Dan heb ik 150 XP, sowieso. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs zeker vandaag. Misschien 7, nee. We gaan niet aan de 100 wedstrijden kunnen geraken vandaag. Maar we zullen wel zien, let's go. Oké, boys en girls, het is 9:21 op 7 maart. 2x81, let's go. En ja, ik werk echt traag het truitje van Barcelona. Zo. En nu gaan we dus de pakjes openen. 2x81, let's go. En daar zit in. Een Duitser, een CVM. Van Bayer Leverkusen. Dat is geen walkout, dat is... André is weer terug. En ik heb die al, de kut. Oké, boys en girls. Het is nu 9:36, een kwartier later dan juist. En we hebben gulle doelpuntenmaker, evolutie, niveau 1, voltooid. Nu is een 86 credits. En nu moeten we 2 assists geven en 3 squad battles wedstrijden winnen met Leon. Maar eerst gaan we dus daar spelen. Die 2 voltooien. Voltooien, claimen bedoel ik.
Hier krijg je een 5x84 en 4x85 kan hem vuren. Kan zo'n Fantasy FC inzitten. Ja, premium gouden speelspakket, let's go. Daar zit in Paul, goalkeeper Chesney. De schoolboy is chic Chesney. Chesney, dat is goed. Chesney, jongen, jongen, jongen. Woi, chic Chesney. Chesney, what the fuck. Quick one, Chesney. Oké, boys en girls, het is nu dus avond. We konden heel hele dag geen potje squad battle spelen. Maar nu heb ik dus net een potje Rivals gespeeld. En ja, 1-0 gewonnen bij Rivals, 6 minuten gespeeld. 6 minuten in game gespeeld, 1-0 gewonnen. En nu dus divisie 9 gehaald. En ik heb al deze packs dus klaarstaan. 3 gewone gouden spelers en dat zit in. Torino. Wie is dat? Sanabria. Ken ik niet. Maar altijd leuk om te hebben. 2x81 zit in. Braziliaan CV. Chelsea, dat is Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Oké, zelfs dan gaan we het speelspakket 34 plus, let's go. Dat zit in Pools, CV, Durek. That's great, Durek is great to have. En dan 5x84, oké. Dat zit in Duits, CVM, Bayern München, dat is Kimmich. Het is een dubbele walkout, dus misschien het Mbappé. Kom je, blessed man. Oké, okay, Bernardo Silva, ook cool. Natuurlijk heb ik Barcelona kit aan. Asche. Kimmich is Bundesliga 2. Kimmich, Parejo, Bixby en Bernardo Silva. Die ga ik gewoon discarden. Die hoef ik niet te hebben. En dan 4x85, let's go. Dat zit in Engels. Rechtsachter. Lucy Brons, is het een dubbele walkout? Nee, het is geen dubbele walkout. Het is gewoon Lucy Brons. Wie zit er dan als achter? Sierhuis. Kai Sierhuis, dat is goed. Coman, Frooms. En dan ja, Lucy Brons. Dat was even strijden. Ik heb dus een hele dag gestreden voor niks. Een hele dag gestreden. Eigenlijk een hele dag geraged. Omdat ik gewoon geen squaddles kon spelen, maar ik kon wel Rivals spelen. Dus ik heb een potje Rivals gespeeld en ik zit in divisie 9. Let's go. Oké, boys en girls. Het is 10:08 avond op donderdag 7 maart. Ik heb net wat beneden gezeten. Ja, we zien wat we allemaal nieuw hebben, hè. Ik weet niet of ik vandaag nog ga spelen. Ik denk eerder dat dat morgen gaat zijn. 0 van 1. Hopla. Ik denk dat ik morgen gewoon, dat ik deze ga skippen en dat ik morgen gewoon bij ga spelen. Ja, dat is weer terug. Dagelijkse voltooiing en zo. We zien naar SBC's. Wint dan naar Winter Wildcards of Team 4 eigen spelerskeuze. Juri Tielemans zit erin van Aston Villa. Voor de rest zie ik niet echt goede dinges. Nee. En AEK 1924, dat het er nu. Kunnen we wel voltooien misschien. Zingo. En dat zijn nog altijd die inruilacties.
Dus ja, dat is eigenlijk niks veranderd. Dus ja, let's go. Ja, boys en girls. Het is vrijdag. 16:58. Ik heb net opleiding gehad. Ik ben net thuis van opleiding. Ik heb net al direct een potje squad battles gespeeld. En we hebben 2x81. Let's go. Maar eerst hebben we waarschijnlijk nog een previewpakket. En die gaan we eerst open doen. Voordat we dat andere pakket gaan open doen. Dus. Eerst een previewpakkie. En let's go. Daar zit in. Belg. CV. Van Anderlecht. Vertongen. Vertongen. Niet goed. Oké. Okay. 2x81. Let's go. En daar zit in. Frans. CV. Varaan. I mean, it's good. It's good, Varaan. Een 85e. Altijd welkom. En Leupels. Let's go. Oké, boys and girls. Het is nog altijd vrijdag. 17:12 nu ondertussen. En ik heb al een evolutie voltooid. Gulle, doelpuntenmaker. Leon is dus 89 gegaan. En we hebben natuurlijk ook nog een packie klaarstaan. Een packie dat we kunnen openen, subiet. Wekelijke doelstellingen hebben we er bijna één. Vandaagse doelstellingen, dagse voltooiing hebben we bijna voltooid. Nu hebben we een premium gouden speelspakket. Let's go, we gaan dat eens open doen. En zien wat erin zit. Kijken jullie mee? Premium gouden speelspakket, let's go. Daar zit in. Tapsoppa. Kan dat? Oh joh. Oh joh. Welk klant is dat? Burkina Faso. Zo. Tony. En Sharahili. Let's go. Zo. Oké, boys en girls. 17:24 nu. En we hebben alles voltooid. Van het seizoen. Dus dagelijkse doelstellingen. Let's go. Hebben we voltooid. En dan hebben we nog. Dagelijks spelen hebben we ook voltooid. Dus wat wil dat zeggen? Pekkies. Let's go. Eerst gaan we de 2x81 openen. Dat zit in. Kobel. Kobel. That's good. Dat is again a walkout. 87 rated. 87 rated. Let's go. En Lemar. Is good. Zelfs zijn we gaan een speelspakket 84 plus. Let's go. En dat zit in. Argentinië. TV. Lisandro Martinez. Die komen CA zien. Van Inter Miami. Dat heb ik al, dus ja. Let's go. Oké, boys and girls. Het is bijna 7:15. Ik heb net nog naar de kwalificatie van Formule 1 gezien. Het was een leuke kwalificatie dingen. Welke spelers zitten er in packs? Confrontatiespelers, oké. Welke promos zitten er in packs? Campagne heruitgave. Ik wil wel eigenlijk die Harry Kane of die Mbappé of die Haaland. Maar eerst gaan we eens kijken wat voor nieuwe doelstellingen eruit gekomen zijn. Bij live misschien. Aftellen voor NWSL. NWSL aftellen. Hé, dat is wel nice, NWSL. Dan moeten we gewoon 3 NWSL spelers in mijn basisopstelling zetten. Dus 1 keer voltooien krijg je de picket en 1000. Hé, waarom?
Waar gaan we retour je? Hey, dat ga ik eerst zoeken. Ga ik gewoon die NWSL spelers zoeken. En de doging mag ik daar oprotten. Competitie NWSL. Dus Girma heb ik NWSL. Die mag erin. Bobby Morgan mocht er even uit voor een paar dagen. Ga die Kingsbury pakken. Dus Loris. Je mag er ook even uit. En dan misschien Schmidt pakken. Hopla. Met dat team ga ik even spelen nu. Totdat al die objecten voltooid zijn. Kan wel een paar dagen duren. Maar nu hebben we eerst nog een 85 plus. Zelfs gaan we het speelspakket gaan we open doen. Dat zit in Portugees, CV, Ruben Dias. Gaan we die gebruiken? Nee, want we hebben de andere Ruben Dias kaart. Zijn er terug 30 muntpakketten? Waarschijnlijk niet. Nee. Zij zien welke SBC's zijn er uitgekomen. Bobby Clark. Akanji. Voor de rest zie ik niet echt iets anders. 33x10 is er niet. Is een nieuwe player de mond al uit van de Premier League. Ja, Hoylund is al uit. Want ik wist dat hij ging uitkomen, Hoylund. We gaan zo een pakket een keer open doen. Gewoon om te zien wat je eruit kunt krijgen eigenlijk. Dus Ruben Dias is ingeleverd daarvoor, sorry. Ik wou Ruben Dias ervoor inleveren. En nu hebben we dus pakket met 51 spelers, misschien zit er een rij in. Portugees, CM. Bernardo Silva. Moet dus ook in zo'n pakket inleveren. Want die heb ik dubbel geloof ik. Oké, die mogen allemaal weg. En dan ga ik dus Bernardo Silva in zo'n ander pakket inleveren. En zo krijg ik dus eigenlijk alleen maar spelers. Dus ruilacties nu 88 gereden. 88 algemeen en hoger. Dus. En we gaan de zeldzame, hup. Hier, hup, hup, hup. Bijna de zilver mag gewoon ingeleverd worden. Dit hebben we nu toch dubbel. En zo grind dus mijn packs de hele tijd. En nu morgen ga ik dus ook streamen. En dit is dus ook een Turkse switch. Van Bournemouth, wie is dat? Unal. Dit is mijn sportieve filter voor Bournemouth. Ik die mogen gewoon weg. Dus ik hoop deze week zeker nog zo een special card te pakken. 850 SP hebben. We gaan het gewoon halen deze week. Deze week.
Daagse confrontatie uitdaging. Ah, die hebben ook. De daagse confrontatie uitdaging SBC. Dus die kunnen we ook nog doen. Oké. Clubs minimum 4. Spelers hetzelfde land minimum 3. Minimum 3 zeldzaam. Dus eigenlijk mogen bijvoorbeeld alleen maar Engelsen zijn ook. Dus ik ga gewoon sowieso Engeland pakken. Hier. Links achter. Rechts midden heb ik ook waarschijnlijk wel. Neer park. Vardy. Als ik nu nog een rechtsachter vind van Bissaka. Hopla. Daar wordt een Engels altijd goed. Wat doen SBC te doen. En Spanjaarden zijn er ook goed inderdaad. Zo goed voor inderdaad. We hebben dus al de live SBC gedaan. Wat krijg je? Ja, ik krijg nog wel decent packs voor. Altijd een 2x83. Ik kan altijd zo'n speciale kaarten zitten natuurlijk. Als jullie elke dag gaan grinden, heb je dus elke dag zo'n speciale kaart. Premium Guard Switch pakket. Kan altijd iets leuk in zitten. Ik zit nu in Italiaan, een goalkeeper. Van Nazoen. Het is niet echt heel zeldzaam. Allee, het is nu Provedel. Kan handig zijn voor de volgende SBC. Wat ik hier zie, kan allemaal handig zijn voor de volgende SBC. Die ga ik eventjes naar de standplan te laten sturen. Nu 2x83. Zit ook weer niet aan spelkarten. Zit in België, zit een goalkeeper in. Courtois. Ja. Courtois is ook handig voor te hebben nu. Het is een 90 rated. Eindelijk heb ik Courtois voor de eerste keer dit jaar gepikt. Het is lang geleden dat ik Courtois nog gepakt heb vorig jaar op FIFA 23. Ja. Dus nu hebben we dus al de eerste SBC gedaan. En morgen ga ik dus streamen vanaf 9 of 10 uur, ik weet het nog niet. Dus gaan we die NWSL dingen doen. Die Fantasy FC dadelijk spelen, compleetmaker. Afstellen, compleetmaker. Want je ziet, je krijgt er 1, 2, 3000, 4000 speel voor. Dus dat is eigenlijk wel goed. Dan moet je met Pickett 1 keer spelen. En met Pickett 3 wedstrijden spelen. Pickett, Fleming en Labonta. Dus dan kunnen die eigenlijk wel, ja, wordt eigenlijk wel een leuk dagje dan. Als je er zo bezit, eens zien of er iets bij mijlpalen veranderd is. Nee, nog altijd Future Stars, die heb ik dus ook morgen beet, de 100 wedstrijden gespeeld, dat is een Premium Guard speelspakket. Stelt niet veel voor, maar ik kan altijd iets leuks in zitten. Ja. Volgend seizoen is ook bijna daar. 5 dagen 13 uur. Dus normaal gezien moeten we dat halen. We moeten dat normaal gezien kunnen voltooien. Het seizoen. Allee, de dingen moeten we normaal gezien kunnen voltooien voor volgende week, dinsdag of woensdag. Dus, als ik het zo zie, hoeveel keer moet je gaan voltooien, dat dingen? 3, 4 keren zie.
Dan heb ik 3500 plus die dan die 3 keer spelen met die Pickett, die Fleming en die Labonta. Dat kan ik ook rustig doen. Dus dat heb ik dan ook. 2 keer 81, 2 keer 82. Hebben we morgen sowieso meer packs. Kan ik dus ook meer open doen. Dus ga ik ook streamen en tegelijk ook opnemen. Dus het is nu al 11 minuten dat ik dit stukje bezig ben. Is één. Ik geloof dat ik iets heb gezien. Ik heb van Footbin heb ik iets gekregen. Boost confrontatie winnaars. Ja, nee. Die heb ik dus niet binnen gehad. Die heb ik dus niet gedaan, die confrontatiespelers. Dus ik heb nu geen evoluties meer dat ik kan doen. Misschien volgende week of zo dat ik nog een evolutie heb. Dus ja, let's go. Zoe. Oké, boys en girls. Het is nu zaterdagochtend. 9:07 zijn ook ondertussen aan het streamen. Jullie hebben de stream van zaterdag waarschijnlijk wel gezien. Ik ben nu dus ook ziek vandaag. Ziek. Ik ben ziek vandaag. Ik ben 2 keer 81. En 2 keer 81, let's go. We kunnen eigenlijk vooraf wel naar de NWSL. Ja, staat er niet bij. Oké. We gaan dat hier zo openen, zeker. 2 keer 81, 2 keer 81, let's go. In de eerste 2 keer 81 zit Noord, Cam, Eudegaard, let's go. Dat is goed. Eudegaard en Danilo. Altijd decent. 2 keer 81 de tweede, let's go. En daar zit in. Oekraïne, rechts midden. Zigankov denk ik dat dat is. Ja, denk ik Zigankov. Oké, Zigankov en Sembrand. Ja, decent. Oké, boys en girls, het is 9:22 op zaterdag. We hebben een 4x84 verdiend, omdat we 1250 XP hebben verdiend. We hebben 3 dingen van live voltooid en zeldzame. Allee, neem ik aan het speelspakket, let's go. We krijgen hier een 2 keer 82 en een zeldzame gaat het speelspakket 84 plus. We krijgen hier pickets. We krijgen hier pickets, dat is goed. En dan hebben we bij mijlpaal nog iets voltooid. 100, gescoord in 100 wedstrijden hebben we ook voltooid. Ja. Dus we hebben 5 packs klaarstaan. Ik stel voor dat we met de 2 keer 81 beginnen, of 2 keer 82 is. 2 keer 82 gaan we beginnen. En we krijgen daar Marokkaan, Spits en Aziri uit. Die heb ik juist gekozen in een playerpick, geloof ik. Ja, let's go. Dus die mag weg. Dan gaan we naar de Premium Guard speelspakketten. In 1 zit in Vlahovic. Wat goed is eigenlijk. Alleen de dubbele speler. Gooi ik Mitri gewoon weg. Dan Premium Guard speelspakket nummer 2. Dat is in een Franse CV van Inter Milan. Dat is Hernando. Nee, Pavard. Lucas Hernando zit natuurlijk bij PSG, dat is juist. Oké. Nu gaan we naar het zeldzame gratis speelpakket 34 plus. Kan een special card zitten, maar het zit niet in Duits. CV. Borussia Dortmund. Dat is Hummels. Nee, Süle. 84 regels. Hummels is 83, dat is juist.
Zuur is een 84, dat is juist. En dan heb je 4 keer 84, dat zit in. Een gewone kaart en een Spaanse centermid van Nazio, Luis Alberto, dus dan hebben we 4,84. EA. What the fuck, man. What the fuck, EA. What the fuck, EA. Wat zijn ze gaan doen, man? Wat zijn ze gaan doen, man? Geef me gewoon een special card. RG. What the fuck. Oké, boys and girls. We hebben dus ook twee dingen live voltooid. En de dagelijkse doelstellingen hebben we voltooid. Ik sta nu recht. Ik ben nog altijd aan het streamen, je weet. Dus hier hebben we 2 keer 81 in. Zeldzame goudjes plus 34 plus. Dan hebben we hier nog een 3 keer 83. Kan veel in zitten, maar kan ook minder in zitten, je weet. Oké. 2 keer 81, let's go. Gaat geopend worden. En dat zit in. Nederlands goalkeeper. Die is offline. Ik speel nu squad wild, ja. Als ik niet goed ben, dan speel ik squad wild. Oké, zet zich maar. Zeg dat de speel is verkeerd 24, dus let's go. Duits. Next meter. Bayern München. Sané of Gnabry. Let's go, Gnabry. Let's go. Drie keer 83, let's go. Dat is het in. Ben Nasser. Geen wildcard inderdaad. Ben Nasser, let's go. Oké, boys and girls, het is 12:48 en ik heb net niveau 20 gehaald en we gaan worden 10 keer 85 in plaats van de 4 keer 87. 10 keer 85 hebben we sowieso 10 spelers die dat we in SBC's kunnen steken en wat zo af. En wat er nog allemaal in kan gebeuren, dus ja. Dus we hebben nu 10 zeldzame gouden spelerspakket 85 plus. Bijvoorbeeld 10 zeldzame gouden spelers 85 hoger. We gaan zien of we een promo gaan pakken. We pakken geen promo. Ik wel een Spanjaard, een CV van FC Barcelona. Kan Mapillon zijn, maar het is Irene Paredes. En wie is de tweede balkout? Wie is dat? Hegerberg, 89, lekker. Oké. Wij pakken 3 team in de week. Dat is heel goed. Want die team in de week kunnen we dat gebruiken. Hegerberg. Irene Paredes, Renard, Trap, Immobile, Rodrigo. Ik heb 3 teams in de week, 3 85's, 2 88's, 1 89 en 1 87. En die 87 gaan we in zo'n pakket steken. In zo'n ruilactie. Pakket met 19 spelers, dat is heel goed. We hebben weer 19 spelers dat we kunnen gebruiken. En dat is Lucy Bronze. Lucy Bronze, wat zei jij heb. En Courtois, we hebben die gepakt. Maar gaan we die ooit gebruiken? Ik denk het niet. Dus we steken die in zo'n 90 rated pakket. 89 rated pakket, let's go. Want Courtois gaan we eigenlijk nooit niet gebruiken omdat wij Melody spelen als wij geen objectives aan het doen zijn. Dus pakket met 19 spelers. Oké, Lucy Bronze zit terug in de club. Pakket met 19 spelers, let's go. En dat zit in. Oh, team of the week, let's go. Hey, weer al een team of the week. En die hebben we al waarschijnlijk. Ja, die hebben we al. Dus met het team van de week gaan we
Nee, wat gaan we voor een pakket halen? 34,5 die er zijn. 34,5? Ja, gaan we daarmee halen. Ja, de 10 uur de week. Buongiorno en dat was anders. De rest kunnen gewoon gouden zeldzame. Dank naar Fico. Oh nee, Kimmich, we gaan nu niet inleveren, jong. What the fuck? Nee, hier, Milazzo gaan we ook inleveren. Akanji. Kovacic. Andrich. Lemar. Zigankov. Taremi. En wie is de laatste? 82 of 81? Hier, Sanchez. Hup. 5x84. 4x5. Let's go. En nu hebben we het team van de week ook weer terug. Let's go. Nu gaan we eerst het pakket met 51 speeltjes open doen. En daar zit in. Ook een team van de week. What the fuck, weet je dat mijn team van de week tegenwoordig? Lucy Brons, dus het dubbele walkout. Lucy Brons mogen we ook weer inleveren. En O'Reilly. Ja. Decent, 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 de pool. 88 de hele team van de week. Lucy Brons ga ik dus in een 87 weer moeten steken. Dus de ruilacties. Die zijn er weer voor 41 dagen, dus dat is goed. Lucy Brons, let's go. Zo blijven op pakketten staan eigenlijk. Blijven juist op twee pakketten terug staan. Oké, pakket met 19 spelers, let's go. Hopelijk nu geen walkout of geen team van de week. Frans, CM, Paris Saint-Germain, Gioro, oké. Ja, en wie komt erachter? Dubbele walkout natuurlijk. Rolfe, dat is goed. Die heb ik nog niet vaak gezien en die Gioro ook niet. Oh, dat is goed. Nu moet ik geen dubbele walkout inleveren. 5x34, let's go. En daar zit in. Engels. TV. Arsenal. Williamson. Dat is een 85. Ja, we hebben het geprobeerd. 34x5 en we krijgen een 85. 1,85 en 4,84. Wat is het waard? Nee. Oké, boys en girls, het is 7:45 in de avond. Ik heb, 7:45 op zaterdag in de avond. Ik heb natuurlijk net naar het Formule 1 gekeken en ja. Ik wou eerst het Formule 1 kijken en daarna. Daarna op IFC gaan. Dus we gaan eens zien wat hebben we vandaag. IMLS Cup. Dat 10, 16 maart. Ja, 16 en 17 maart. Ja. E Premier League, E Commonwealth, E Libertadores en morgen dus de E
MLS Cup. Ja, dat is nog wel te doen. Daar is de confrontatie uitdaging. Moet je ook nog gaan doen. Dus die gaan we eerst doen. We moeten even naar SBC gaan. Daar is de confrontatie uitdaging. En daar zit in. Ja, we moeten dus 3 rijders hebben. Eerst gaan we dus zien welke klanten we gaan pakken en we gaan voor, of course, Spanje gaan. Laag hoog. Ja, Ramiro mag er wel in. Zubeldia mag er wel in. Mag, dan gaan we wel gewoon hier een gouden gewone zetten. En hier ook een gouden gewone. Hier ook een. Hier een gouden zeldzame. Hier ook een gouden zeldzame. En dan gaan we gewoon beginnen. Gouden gewone. Hup. 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 Nu moet ik gewoon nog een random speler pakken. Pakt Engeland. Hup. En we hebben het gehaald. Spanjaarden heb ik ook veel in de club, dus. Ja. Oké, die SBC is dus af. Dus die gaan we ook claimen, die 2x83 kan zo'n speciale kaart in zitten. Er kan ook speciaal niks in zitten, dus wat gaan we krijgen van de dagelijkse? Eerst een premium gouden spitspakket, let's go. Daar zit in, Marokkaans spits. En Naziri. Heb ik die al of heb ik die ingeleverd of straks? Nee. Hup. Dan gaan die gewoon naar de transferlijst, want ik heb dit nu toch tradable. Dus nu de volgende. 2x83, let's go. Daar zit Frans, CVM, Tchouaméni of kan, ja, Tchouaméni. Ik kan mijn vinger, kan niet, ik kan mijn vinger 82. Tchouaméni en Blundell. Heb ik nog een brievenpakket? Ja, let's go. Brievenpakket en dat zit in Engels spits. Van Aston Villa. Salmon. Ja. Hij is hier. Hey. Is er een 30 munten pakket of zo? Nee, denk ik. Nee. Wereldwijd en niet misschien? Nee. Ja, dat zal het zo'n beetje zijn voor vandaag. Morgen dus de squad builds die waard. Kassien is hier nog iets anders. 1 dag plus dubbele upgrade is uit. 3x10, die gaan we morgen misschien doen. Ja, ik weet niet of ik hem nu ga doen. Ja. Als we morgen dus spelen, ja, morgen ga ik dus ook al een andere video starten. En morgen is dus het laatste, morgenochtend is het laatste dat ik opneem van deze video. En dan een andere video, maar die zien jullie dus volgende week. Dan hebben we dus Flaming en dan hebben we ook die 2 packs. Ja. Let's go, dat gaat echt nice zijn. Ja, let's go. Oké, boys en girls, het is 9:06 in de ochtend. En normaal gezien hebben we nu dus de Squad Builds Rewards.
tegen. Ondertussen ga ik iets eten. Want ik heb nog niet gegeten vandaag. Let's go. Pas in. Let's go. Twee pakketten in de winkel. Klopt dat? Ja. Eerst premium naar de prijspakket. Let's go. Zet het in. Portugees. Rijksmieren. Al een Nasser. Ottavio of zoiets. Nee, Ottavio, ja. Zo. Ja, wat een scheidpack, joh. Zo. En volgende pack, een megapakket. Let's go. Daar zit in. Frans. Rechtsachter. Chelsea. Ah, oh, per is het. Hier heb ik ook uitgepakt uit mijn rewards. Dus hier heb ik nog een preview pakket misschien. Nee, dat heb ik gisteravond ook opengedaan zeker. Ja, dat is nog 10 uur en 42 minuten. Let's go. Doelstellingen. Die heb ik straks sowieso, denk ik. Deze ook. Ik heb straks zelfs al een speelpakket, maar dat is voor de volgende video. Dus ja. Let's go. Check jullie guys bij de outro. Oké, boys en girls. Dan wil ik jullie guys graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. Ik heb vooral genoten van het maken van deze nieuwe video en van het editen van deze nieuwe video ook. Dus deze intro wordt dus ook altijd op dezelfde dag op. Deze outro is ook op dezelfde dag als de intro opgenomen. Dus ja. Merci voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik check jullie guys vrijdag bij het nieuwe seizoen van EFC. En zaterdag ga ik nog eens een videotje uploaden. Omdat ik dan jarig ben. Dus ja. Het is niet zo lang meer. Het is voor mij nog een week voordat ik jarig ben. Alleen zelfs geen week niet meer. Dus ik check jullie guys vrijdag bij het nieuwe seizoen van EAFC. En wat ik ervan vind. Let's go. Ik check jullie guys vrijdag. Bye bye. Yeah.